Er is al veel gezegd en gesproken over de GDPR. Maar op 25 mei moet uw zaak in orde zijn. Tijd voor actie dus. Gelukkig vallen de aanpassingen voor heel veel ondernemers uiteindelijk wel mee. En kan u uw onderneming zelf in 5 concrete actiepunten in orde stellen. Zo bespaart u 1000 euro of meer dat u dit zou kosten als u dat werk uitbesteedt. Actie 1. Ga naar onze GDPR-website en download onze GDPR-tool. Dit is een invulbare PDF die je doorheen 10 stappen leidt. Overloop die, check die binnen uw onderneming, vink ze af en vul in waar nodig. Goed om weten is dat een audit- en privacybeheerder, of zogenaamde DPO, voor de meeste KMO's niet nodig zijn. Actie 2. Ga naar onze GDPR-website en download het model Register van Verwerkingsactiviteiten. Zo'n register moet elke onderneming die gegevens verwerkt kunnen voorleggen. Dit is dus een erg belangrijk document in het kader van de GDPR. U zal zien dat we de mogelijkheden voor u in deze Excel-file reeds hebben vastgelegd. U moet dan telkens selecteren wat voor u van toepassing is. Houd dit ingevuld register samen met de GDPR-tool goed bij. U zal die ook moeten updaten telkens als er wijzigingen zijn in het verwerken van persoonsgegevens binnen uw onderneming. Actie 3. Ga naar onze GDPR-website en download het beknopt of uitgebreid model van Privacy Policy. Neem dit op in uw disclaimer op uw website, uw algemene voorwaarden of contracten. Actie 4. Heeft u personeel? Contacteer dan uw sociaal secretariaat. Vraag hen het nodige te doen of u te informeren omtrent welke aanpassingen nodig zijn in zaken de gegevens van uw personeel. Actie 5. Als u op IT-aspecten gebotst bent bij de vorige acties, contacteer dan uw IT-beheerder en laat hem of haar daarvoor de nodige aanpassingen doen. Heeft u deze 5 acties met succes uitgevoerd, dan is uw onderneming voortaan GDPR-proof. Proficiat! Versterkt